Danny Christian, u bent veelzijdig entertainer, presentator en nu ook vriend van Christophe. Vertel. Ja, dat klopt. Kijk, ik heb natuurlijk Christophe gevolgd, eigenlijk zo'n beetje vanaf zijn begin. En dan 5 jaar geleden hebben wij samen een oude hit van Mieke en van mij opnieuw opgenomen samen met Christophe en Lindsay en Mieke en mij, zaterdagavond. En het werd weer een nummer 1 in België. En ja, en daarna blijf je natuurlijk in contact. Het is altijd zo tussen mensen, of je ligt elkaar en je mag elkaar, of niet. En bij ons was het van begin af aan sympathie en dat zal nog vele jaren zo blijven, denk ik. Morgen is er hier ook de Euroschlagerparade. Daar bent u de presentator en entertainer, klopt? Ja, daar ben ik dan eventjes plus presentator. Dat is dan de 5e keer achter elkaar. En het is altijd een hele grote happening. Maar ik vond het vanavond ook ontzettend fijn hier. Het publiek was super. Ik werd ontzettend fijn ontvangen. Ik had veel succes en de zaal was... het dak zit er nog net even op. Bobby Longo, een countryzanger bij Christophe. Vertel. Ja, we hebben 2 jaar geleden een cd opgenomen en hebben we een nummerje gedaan. Kwam Christophe met de vraag eigenlijk voor een nummerje te doen, C'est la vie, van M. Lou Harris. En ik zei, ja, waarom niet, moet kunnen. Hè. En we hebben er iets heel tof van gemaakt. En als je dan hier de reactie ziet van het publiek, tof om te zien. Hè. Het publiek ging uit het dak. Ja, het was echt heel goed publiek hier in Brugge. Christophe is eigenlijk als een soort van broer voor mij. We hebben elkaar een tijd geleden leren kennen, een aantal jaar geleden. En ja, ik vind dit soort dingen wel heel erg leuk om te doen. Ja, kijk er erg naar uit. Wat gaat u brengen vanavond? We gaan eigenlijk een ode aan papa brengen. Dus het wordt volop feest met allemaal mooie en leuke hazesliederen. Ja. U bent nog wel heel erg betrokken bij uw vader en zijn overlijden. Het komt nog telkens terug. Ja, dat klopt. Wij zijn wel elke dag nog bezig met papa. Maar misschien is dat onze manier van rouwen. Het is fijn om met papa bezig te zijn, ja. Hij was ontzettend populair. Zult u hem evenaren, denkt u? Nou, ik denk niet dat ik ooit mijn vader ga evenaren. Maar dat is ook iets wat ik helemaal niet wil. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. Ik ben dankbaar dat ik het mag doen. Ik ben dankbaar dat het publiek het leuk vindt. Dus ja, ik hoop dat ik het mijn hele leven mag doen, ja. Christophe en ik zijn... Hij heeft mij denk ik een soort ontdekt. Heel gek, maar hij vroeg aan mij of ik zeg maar niets meer op wilde nemen. Wat 5 weken op nummer 1 heeft gestaan. En we zijn echt broers geworden. We herkennen veel in elkaar. U hebt een prachtig duet gezongen met hem. Ook een ode aan Christophe dan. Ja, Christophe is voor mij een grootheid. En ik vind hem de grootste en de beste van Vlaanderen. Ja. Wat zijn uw toekomstplannen nog? Stoppen. Nee, grapje. Nee, ik vind het fijn hoe het nu gaat. En ik wil niet te snel omhoog. Ik vind het kleine stapjes vind ik fijn. En dat bevalt nu. Yeah.
Hoe is het idee gegroeid om een feestje te geven voor Christophe? Goh, ja, Christophe en vrienden is al een keer in Hasselt geweest. En ja, dat was eigenlijk een heel leuk concept. En we hebben dat gewoon naar Brugge gebracht. En met heel wat vrienden, want Christophe heeft heel veel vrienden. En ja, zo zijn we hier beland. We zijn blijkbaar hele goede vrienden van Christophe. Vertel eens. Wel, we hebben de eer gehad om met hem een nummer mogen op te nemen. Zijn vorige Christophe en vrienden, denk ik, was dat. Ondertussen al 2 jaar geleden, denk ik. Ja, 2 jaar geleden. Dus we zijn een beetje. We kennen elkaar ook een beetje via natuurlijk. Het is een klein beetje inteelt. Ik was ongelooflijk tevreden. Ik kan als een hele blije jongen terug naar huis. Ja, ja, ja. Komt er een vervolg aan? Wel, Christophe en vrienden, dat gaat sowieso door. Hè. Er zijn 2 albums, dus er is genoeg materiaal. Ik geloof dat er binnenkort terug ene staat. Ik ben even de datum kwijt, maar ja, we gaan met de vrienden verder door Vlaanderen trekken. Ja.